Kijk, dit zijn ze. Kleine huftertjes. Ze maken alle kanten kapot. Het is niet één, het is niet twee, het zijn er honderden. Het is volgens Geert de Boer van zorgtuinerij Oosterheem in Broek op Langedijk een ware plaag. Amerikaanse rivierkreeften. Ze teisteren het Oosterdelgebied waar de stichting Eilandjes heeft, waar biologische groente op wordt verbouwd. Ze zijn voor het gebied desastreus. Ja, het probleem zit hem hierin. Ze voelen zich onwijs kip lekker hier. Ze verplanten zich enorm voort. Maar ze maken de oevers kapot. Hoe werkt dat? Nou ja, zij hebben een plek nodig waar ze zich in beschermd kunnen voelen. Dus ze kruipen de kant in en ze maken holen van ruim een meter. Gaten van in de kant van ruim een meter. Ja, dat doen ze. En daardoor kalven de eilandjes steeds verder af. Bovendien vreten de beestjes de sloten kaal, waardoor planten en ander leven verdwijnt. Geert heeft eerder netten uitgezet om de beestjes te vangen, maar die zijn verwijderd omdat het illegaal is. Als je Schiphol heet en er gaat een vliegtuig naar beneden met een gans in je motor, dan doen ze er wat aan, dan bevangen ze. Hier nog niet. Er zit geen economische waarde aan. Dat snap ik ook wel, maar er moet wel iets gebeuren. Zo denkt Peter Wouden van de stichting Veldzorg er ook over. Hij beheert het gebied en heeft morgen overleg met eigenaar Staatsbosbeheer om te praten over een oplossing. Ze moeten sowieso afgevangen gaan worden. En of Veldzorg dat gaat doen of dat we een beroepsvisser daarvoor gaan zien te vinden, dat zullen we morgen moeten bespreken. Ja, want, ze moeten weg hier. Ze moeten weg hier. Heilig. En dan zouden ze zomaar op het bord kunnen belanden, want de rivierkreeft is een delicatesse. Eet je ze zelf ook? Ik eet ze zelf ook. En? Het komt met mijn strot uit. Ik heb het te vaak op het menu.